dankjewel Fem. Mijn naam is de man die er is met z'n ding. Dat is Lego. Dat is weer oké. Vet gaaf dat jullie er weer zijn. We zijn wederom ergens op de wereld. En we kijken daar naartoe. Ik weet niet waarom ik daar naartoe. Ik ga de hele video daar naartoe kijken. Ik ga niet in de camera kijken. Sorry mensen, ik ga vandaag niet in de camera kijken. Met mij gaat het bijzonder goed. Want ja, elke dag is een feest in het leven van mij. Nou, in ieder geval niet elke dag. Maar ik doe een soort van alsof het elke dag een feest is. Maar soms heb ik ook wel dagen dat ik denk, nou, paprika's hangen er niet zo soepel bij. Maar vandaag is niet zo'n dag. Want hey, de zon schijnt en het is fucking warm hier. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Mocht je mij nog niet kennen, nou dat kan. Dat is zeker mogelijk. Dan ga ik jullie eventjes een verhaal te vertellen over mezelf. Namelijk, ik groeide op een boerderij in Groningen. En daar merkte ik al gauw, oké, klaar. Mocht je nou echt interesse hebben in wie ik ben, roll the clip, motherfucker. Wow, ik weet nu precies wie je bent. En wat je allemaal doet in je leven. Je bent echt zo'n inspirerend persoon. Nou, dankjewel. Ah, maar naast het feit dat mijn leven over het algemeen een feestje is en we zijn gelukkig en we doen gek, want we zijn al normaal genoeg, dat is het motto. Hey, what's good, motherfuckers? Ey! Daarnaast heb ik graag, dans ik ook wel eens. Fuck, uitgeput. Ik moet jullie namelijk een geheimje vertellen. Je hebt het in de titel waarschijnlijk al wel gezien. Even zinnige muziek, dankjewel alsjeblieft. Ik word, gebruikt. Ja. Ik heb het gezegd. Ik heb het fucking gezegd. Niks meer aan doen. It's out there right now. As the English people would say, it's out there. Right now, it's out there. Ja, ik ben oud, maar je moeder is nog out there. Comedy. Ik moet jullie helaas mededelen dat zijn van een relatief grote YouTuber gepaard gaat met een aantal negatieve gevolgen. En de gevolgen zijn intens, desastreus zijn, kan demotiverend werken, het kan deprimerend werken. Maar over het algemeen kan het voornamelijk in je voordeel werken, want daar kan je gewoon een video van maken. Er is hier iemand, fucking een doos. Nina is een doos in elkaar. Het geluid is zo fucking irritant. Wie zet er een doos in elkaar? Maak lawaai! De hard? Ja, de tape! Ik ben bijna klaar. Wel een mooie doos. Ik hoor alleen maar. Ja, ik ben aan het werk. Ik ben hier aan het werk. Ik ben ook aan het werk. Ik probeer hier een meesterwerk te creëren. Ik ben hier ook aan het werk. Oké, okay, maar ik ook. Otje, wie is je favoriete ouder? Kies een kant. Oké, okay. Duidelijk. Doei. Even terug naar het onderwerp van vandaag. Ik dwaal weer af. Ik word misbruikt. Het is geen seksuele misbruik. Het is lastig om het over te hebben in het openbaar. Lang verhaal kort. Mijn naam wordt nogal gebruikt in titels van video's op YouTube. Maar dat is niet erg, weet je. Doe het om je eigen te claimen, weet je wel. Wat de fuck zeg ik nou? Je eigen te claimen. Ik zie best wel vaak video's voorbij komen met mijn naam en de titel. En dan denk ik, what is this? Maar ik kijk het nooit. Maar nu ga ik het wel kijken. Want hey, doe eens gek. Ik ben er normaal genoeg. Oké, we gaan beginnen. De eerste. Enzo Knol versus Calvin streepje rap battle versus nummer 1. 1859 views. Sim, you poppin. Vandaag is een historische dag. Enzo Knol gaat de strijd aan met Calvin in een rap battle. Ik kan me niet eens meer herinneren dat ik een rap battle heb gehad met Enzo. Maar blijkbaar wel. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. In versus gaan verschillende Nederlandse YouTubers met elkaar de strijd aan. Laat in de reacties weten welke twee YouTubers jij de volgende keer tegen elkaar wil zien battelen. Volgende keer graag Calvin versus Calvin versus PewDiePie. Calvin versus De Wind. Ik wil de volgende keer graag een battle zien tussen Calvin en De Wind. Versus Enzo Knol. Hallo dames en heren, mijn naam is Enzo Knol. Dat hoef ik vast niet te vertellen, want dat had je al wel door. Ik heb het grootste kanaal. Nee, wacht, ik heb er zelfs twee. Ik heb het grootste kanaal. dat is feitelijk gezien onjuist. Oké, okay, laten we daar even. Laat het even wel wezen. Enzo heeft niet het grootste kanaal. Ik bedoel, kijk naar Deji. Deji heeft een groter kanaal. Kijk naar Tim. Er is vast een Tim op de wereld met het grotere kanaal dan Enzo. Dus hey. En upload twee keer per dag. Door mijn leven te veel heb ik een miljoen. Hey, hey, hey. Ik op te komen of te spuiten met rode. Hey, what the fuck?
fuck, dude? Why? You are using copyrighted material. Je bent officieel, bega je nu een overtreding. En ga ik de autoriteiten updaten over dit voorval. En kun je een brief verwachten binnen 38 werkdagen. Over het gegeven. Ik wil graag Calvijn tegen de wind volgende keer. Dit is gewoon voor de mensen die dit niet weten. Dit is niet echt, oké? Okay? Ik heb niet daadwerkelijk hier tussen de koeien gestaan. En ik heb niet daadwerkelijk deze rap gemaakt. Dus dat je het even weet, dat als het straks slecht blijkt te zijn. Dat ik was het niet. Het is iemand anders die op magische wijze zijn mond op mijn hoofd heeft geplakt. Ik weet niet hoe ze het doen tegenwoordig, maar kids these days, they know how technology works. Komt die Calvijn, what's good? What's good? Hoe gaat het met je leven? Ik zou het echt niet weten, ik heb nog nooit ervoor gekeken. Onttrek van Hey, maar deze beat is keihard! What the fuck, dude? Maar deze beat, is dit gewoon mijn intro, maar dan in een beat verwerkt. Ik was zo onder indruk van de beat dat ik niet heb geluisterd naar de tekst. Hoe gaat het met je leven? Ik zou het echt niet weten, ik heb nog nooit ervoor gekeken. Oh! Onttrek van mijn paprika is groter dan jouw brein. Hey! Net als je broertje, geroost door parfijn. Hey! Oké, okay, je hebt gelijk, je hebt veel abonnees. Yeah! De meest bekeken video's zijn allemaal met D. Hey! Ik ben verbaasd dat je hier bent. Je was toch overleden? Het nieuws stond helemaal vol met dat jij was aangereden. Waarom kijkt men naar jou? Geef me één goede reden. Hoe gaat het met je kijkers van 7, 8 en 9? Oh, fuck! I'm on fire. Ja, ik ben trots op mezelf. Ook al heb ik hier geen aandeel in gehad. Maar alsnog, ik ben... Hoe is het met je kijkers van 7, 8 en 9? Enzo Knolis, wat is je talent? Naast dat je geld hebt en iedereen jou kent. Wat ik bij je mis. Op zich geef ik hem nu gewoon een compliment. Wat is je talent naast dat je geld hebt en dat je heel bekend bent? Dat is op zich best wel een achievement. Dus creativiteit aan jou en je vlogs heb ik dikke vette schijt. Fatality. Sim, ik ben trots op je, man. Ja, man. Ja, man. Calvijn, nu al miljonair. 36 views van Armel Mesut Özkan. Velen gingen nu voor bij het kijken van deze video met recensies zoals... Wat zing jij? Jongen, als je een beugel krijgt, gaat het goed komen met je. Ik geloof in je. Is dit nou een compliment of een belediging? Ik weet het niet. Wat voor eindbaas hier zit. Hij heeft scheid aan alles en iedereen. Hallo allemaal, vandaag gaan wij Calvijn nu al miljonair zien dus. Let's go. Wat? Nog even één keer. Ik ga dit nog even één keer bekijken. Armel, wat zeg je? Ik vind je een topgozer, maar wat zeg je nou precies? Hallo allemaal, vandaag gaan wij Calvijn nu al miljoena zien dus. Nu al miljoena! FM Bojo's Ijver. Ik ben nog meter in mijn dags aan de kier. Kijk hem even zijn haar goed doen. Oké, okay, even een move. Het liedje begint, hij denkt meteen, oké, I'm ready for this motherfucker. Kijk maar, komt-ie. Kleine jongen van de... Fucking aandoenlijk! Holy shit! Gebruik mijn naam voor views, but I don't care. Want hij is een cute motherfucker. Kleine jongen van het platteland, Mijn papa, ik ben rijk, ik ben miljonair. Hey! Ik ben superplek. Bijna! Precies van kerkast. Netjes! Ik ben miljoen voor car wash. Oké, okay. Car wash. Ik ben geen olie, wel een car wash. Ik zie je drossen door je wijk nu. Ja, ik moet eerlijk zeggen, grote vriend, je had een paar foutjes. Je komt er. Jij gaat er komen. Mocht je nou afvragen waar dit boek te koop is, nou, hij is op calvijn.nl te koop en in alle Bruna's. En de... Wacht even. Jongens, ik heb even een besef moment. Ik loop al de hele weken te roepen dat hij in alle Bruna's te koop is. Maar ik weet helemaal niet of dat wel echt zo is, man. Sorry, ik moet echt... Kom eraan. Jongens, ik kom net tot een intens besef. Namelijk, ik loop de afgelopen weken al de hele tijd te schreeuwen over het feit dat mijn boek bij alle Bruna's te verkrijgen is. Maar ik weet niet eens of het echt zo is. Dus ik ben nu onderweg naar een Bruna om te checken of hij daar ook ligt. Let's go, ik moet dit weten! Ah! What's good, Calvijn? Ik heb me laten vertellen dat mijn boek van Niks naar Kliks, die ook te koop is op calvijn.nl, ook in de Bruna's ligt. En de lieve mensen van Bruna hebben mij verteld... Hallo. De lieve mensen van Bruna hebben mij verteld dat die in elke Bruna ligt. Ik moet dat nog maar even zien. Weet je, ik moet gewoon nog maar even checken of dat ook daadwerkelijk zo is. Dus ik ben nu onderweg naar gewoon een random Bruna. Yo. Hoi, alles goed? Alles lekker? Ja, met jou? Netjes, box. Ik ga mijn hand nooit meer wassen. Nu ga ik deze voetbal jatten. Kijken of één van jullie kan raken.
Nee, was slecht. Ik ga even mijn boek kopen. Mijn boek ligt bij de Bruna hier. Ik heb nog nooit zomaar mijn eigen boek gekocht. En dat ga ik vandaag doen, want ik weet niet precies waarom. Maar hey, doe eens gek, je bent er normaal genoeg. Oh my god, look at that. Lieve mensen, wacht even, kijk. Dit, who this motherfucker? Why am I on the screen? Maar het is nog wel even spannend of hij daadwerkelijk binnen is. Want ik heb wel vernomen en ik heb van jullie begrepen dat hij bij sommige Bruna's al was uitverkocht. En weet je, dat is no disrespect naar niemand. Maar blijkbaar gaat de verkoop gewoon te hard. Dus kan niks aan doen, ik ga hem even kopen. Ik zie hem. De Bruna is dicht. De Bruna is dicht. Hij is dicht. God, ze zijn hem aan het ver... Oh, daar komt een mevrouw. Daar komt een mevrouw. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Welkom. Ik wou even kijken of mijn boek hier te koop was. Nou, zeker. Is hij er? Ja. Oh, en de deur gaat weer dicht. Doei. Moet je dan niet op vakantie of zo? Ik ga ook morgen. Ga je ook op vakantie? Ja. Lekker. Ik heb wel goed een foto. Ja, ik kom hier even mijn boek kopen, jongens. Je eigen boek? Ja. Oh. Kijk. Daar. Ja. Daar ligt. Hij ligt wel, ik moet je wel eerlijk vertellen, hij ligt wel op een mooie plek. Ja, toch? Dit is de ingang van de winkel. En je komt binnen en je loopt er gewoon tegenaan. Hé, hey, hoe heet je? Heidi. Heidi? Ja. Ik ga je vragen om mijn cameravrouw te zijn. Oké. Okay. Ik ga dit boek even signeren namelijk. Ja, doe je? Ja. Hier, okay. Doe het. Oh, niet. Ja. Oh, nee. Oh, oh. Nou. Grapje. Heidi, de cameravrouw. Ik ga dit boek signeren. Is het, mag dit wel? Want hij is nog niet eens per se verkocht. Nee, maar het wordt alleen maar meer waard. Straks wil iemand alleen een boek zonder handtekening. En dan zijn we allemaal de verwijzen lul. Verwijzen ze door naar Diemen. Ja, precies. Of naar Calvin.nl, dat kun je hem ook kopen. Motherfuckers! Mijn handtekening. Eentje of allemaal? Allemaal. Oké, okay, gaan we allemaal. Helemaal leuk. Ik wens jullie onwijs veel succes met de renovatie van deze prachtige Bruna winkel. En dan hoef ik nog maar één ding te doen. Groene knop. Heel goed. That's right. Ik heb voor jou 50 cent, oh zodat je kan shoppen. Echt? Oh, bedankt. Hey, doei. Ik weet dat het nogal vooropgezet leek, want het ging allemaal net iets perfect. Halve meet and greet, winkel ging toch open voor de tijd, blablabla. Maar het was wel echt, het was fucking legendary. Dit zijn dingen die je niet vergeet. Oké, genoeg over mijn boek. We gaan door met de video. Hey, what's good? Hoi, in 2016 heb ik filmpjes gemaakt waar ik YouTubers ging interviewen. En het leek me leuk om met deze serie verder te gaan. Nou, wat leuk dat je verder gaat met deze serie, Chase Burger. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een interview met je heb gehad, maar ik ben heel benieuwd. Dit is fraude! Ik heb dit interview nooit gedaan! Ah, het is gewoon propaganda deze dag. Tegenwoordig op YouTube, allemaal propaganda, dingen die niet waar zijn en zo. What the fuck? Het is praktisch onmogelijk om dat voor mij zo snel te doen. Snap? Ik heb eerst een truitje aan, dan heb ik een t-shirtje aan. Je kan het zien aan het feit dat ik de hele tijd verschillende kleren aan heb. Eerst heb ik een trui aan, dan heb ik andere trui aan, dan heb ik een shirt aan, dan heb ik een pet op, dan weer niet. Het is fake. Het is echt niet fijn om mishandeld te worden door andere YouTubers die jouw naam gebruiken voor views. Ik dan slachtoffer ben geworden van deze verschrikkelijke gebeurtenis. Ik voel me nog steeds een slachtoffer. Van misleiding. Ik voel me zo misleid, ik kan eerst het woord uitspreken. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen, is dat je gewoon zo vaak mogelijk mijn naam in je titel moet gebruiken. Ik zweer het je, het werkt fucking goed. Doe het gewoon ook met andere YouTubers. That's it for today, people. Doe het gek, je bent er normaal genoeg. Abonneer op mijn kanaal, volg op Instagram. En zie ik de volgende keer. Kom op, what's going on?